Goedemiddag, kerk. Super leuk dat ik hier mag zijn. Voor degenen die mij nog niet kennen, hi, ik ben Neriga, ik ben 25. Ik ben getrouwd met die guy over daar, zwaai maar. Hey, I love it. En een fun fact over mij is dat ik echt van eten hou. Ik hou van goede maaltijd. Dus als je me blij wilt maken, you know, chop something. Alleen hou ik niet van koken. Ik ben wel een goede food taster. En in het kader van mijn passie voor eten wil ik vandaag een verhaal met jullie gaan delen. Er was eens een man en hij woonde in een land waar iedereen erg mager en voedsel nodig had. Toch zagen of wisten ze het niet. Ze waren verblind door hun eigen trots. De man liep door de straten heen en vertelde iedereen die langskwam dat er een restaurant was waar onbeperkt voedsel en drinken was. Velen negeerden hem, ze lachten hem uit of ze vervloekten hem zelfs. Sommige sceptici vroegen, een restaurant met onbeperkt eten en drinken? Nooit van gehoord. We eten dagelijks van geld, van status, van genot, van lust of van trots. Je kan het zelfs van de straat plukken, kijk maar. Ach, alleen maar arme mensen zullen naar je toe komen. Maar de man antwoordde, ik lieg niet, dit eten is echt anders. Het zal je voor altijd vullen en je hoeft er niet eens voor te betalen. Ga daar, ga om de hoek en ontdek waar ik het over heb. Daar vind je de chef die het allemaal mogelijk maakt. De sceptici lachten hem uit. Eten die je voor altijd vult en gratis? Dat kan niet in deze economie. Niet mogelijk. Je moet gek zijn. En ze liepen weg. Maar toch bleef de man mensen uitnodigen. Velen wezen hem af. Velen dachten dat ze opgelicht werden. Sommigen vonden het te moeilijk om te geloven. En velen aten liever het onbevredigde voedsel dat makkelijk te pakken was op de grond. Maar er was ook een groep die het wel aandurfde om uit te zoeken of het waar was. Omdat ze eigenlijk beseften dat ze niets te verliezen hadden. Ze vonden het erg spannend, maar toen ze zagen waar de man het over had, waren ze helemaal onder de indruk. Ze zagen een prachtig groot restaurant waar ze met open armen werden ontvangen door de chef en zijn bedienden. Toen ze het voedsel aten, beseften ze dat ze voor een hele lange tijd smakeloze dingen hebben gegeten en dat hun ziel voor het eerst echt gevuld was. De chef schreef vervolgens hun naam op de gastenlijst en vertelde hen dat ze steeds weer terug mochten komen om gevuld te worden en ook sterker te worden. Maar hij drong er ook op aan om het verder aan anderen te vertellen, totdat iedereen ervan hoorde, want de restaurant zal niet altijd op deze locatie open blijven. Dus ze gingen door met het verspreiden van het goede nieuws en nodigden vele en vele anderen uit. Nou, dit verhaaltje is geïnspireerd eigenlijk door een gesprek die ik met iemand had. Hij is niet gelovig en we hadden een gesprek over de hemel. En hij vroeg aan mij, Neriga, je beschrijft eigenlijk de hemel zo mooi en prachtig. Zou je eigenlijk niet morgen gewoon meteen weg willen gaan en deze wereld met al die problemen achter je laten? En ik vertelde hem, eigenlijk voel ik mij ook als die persoon in het verhaal. Weet je, in deze wereld kennen we fysieke honger. En je ziet hoeveel organisaties heel veel input doen gewoon om dat op te lossen. Maar er zijn ook heel veel mensen die met een geestelijke honger rondlopen en dat ook niet altijd weten of zien van zichzelf. En ze proberen zich met van alles en nog wat te vullen, maar krijgen toch niet echt die voldoening in het leven. En ik wil jou een Bijbeltekst met jou delen vandaag. En dat is Johannes 6, vers 35. En dat zegt Jezus antwoordde, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal nooit meer honger krijgen. En wie in mij gelooft, zal ook nooit meer dorst krijgen. Hoe mooi zal het zijn als ik morgen naar de hemel ga? I mean, honestly, would be super great. Maar ik weet ook dat er heel veel meer mensen ook nog willen horen over wat God voor hen heeft. Zij willen ook proeven wat God voor hen te bieden heeft. En ik wil jou eigenlijk bemoedigen
om gewoon ook te weten van, hey, dit restaurant is voor jou beschikbaar. Jij mag ook lekker komen eten. Jij mag ook drinken bij Jezus. Maar ik wil jou ook bemoedigen om anderen te blijven uitnodigen en te zeggen wat God voor hen heeft. Dus dat was een reminder voor vandaag.